Ja, ik zat gewoon met een paar mensen te praten. Ja, gezellig gesprekje. En ineens gooi ik hem op tafel. Hè. Ik zeg, nou, moet Alex, hè, onze koning, moet hij nou wel of niet naar Qatar? Nou, vrienden. Hallo, alsof ik een rotje had afgestoken. Ja, ongelooflijk zeg. Dan komt er een discussie ervoor en tegen. Hij moet niet gaan, hij moet wel gaan. En dat ging maar door. En toen dacht ik bij mezelf, jongen, dit is... wat een onderwerp is dat zeg. Gewoon zomaar even. Moet Alex naar Qatar, ja of nee? En ja, en al die talkshows, ook iedereen. Allemaal babbel de babbel. Ook met Rob de Wijk ook. Weet je wel, die ook van, ja, nee, we moeten wel gaan. Want anders maken we de emir, of hoe die ook heten mag daar, de baas van Qatar, die maken we boos. Ja, dat moeten we niet doen. Nee. En, ja, maar kijk, wij Nederland. Ja, hier zijn we dan waarschijnlijk ook weer. Het beste jongetje van de klas. Dat willen we dan weer zo graag zijn. Want heel het buitenland, moet je opletten straks, die sturen gewoon iedereen. Die sturen hun president, de koning en weet ik veel. Iedereen gaat straks naar Qatar. En dan zou alleen Nederland zou daar niet zijn. Ja, en dat is niet zo slim volgens mij. Want ja, we hebben het wel straks allemaal nodig. Hè? Het olie, het vloeibare gas uit Qatar hebben we allemaal nodig. Ja. Ja, want je kan nu wel heel erg tegen zijn, hè? Maar als het straks heel erg koud wordt, vrienden, ja, en dat wordt het van de winter, denk ik, en er is ineens geen verwarming, hè? En ben je dan nog steeds zo principieel over Qatar? Ja, dat is dan de vraag, hè? Nee, wat ik eigenlijk vind, in principe is gewoon, we gaan. We gaan er naartoe. Dan hadden we gewoon 1-2 jaar geleden, had gewoon waarschijnlijk dan de regering moeten besluiten van, nee, Nederland doet niet mee aan de WK. Punt. Klaar. Hebben ze niet gedaan. KNVB ook niet. Niemand. Dus klaar. We gaan. En als we nou gaan, ja, dan is dat het gewoon. En dan moet je ook de consequenties daarvan aanvaarden. Dan moet je gewoon ook mensen sturen. Ja. En of dat een kabinet is, of een koning, of weet ik veel wie, die gaan er dan gewoon heen. Punt. Ja, zo kijk ik er tegenaan. Verder niet ingewikkeld doen. Ja, en is dat dan allemaal een beetje hypocriet? Hé, hey, dat zijn we allemaal toch soms? Ja, toch? Ja. We denken toch altijd alleen maar in principe aan onszelf. Ja, zijn we solidair dan echt? Het is helemaal niet zo moeilijk om politiek correct te doen. Ja, en om te zeggen van ja, oh, ik ben er zo tegen en dit en dat. Ja, hoe makkelijk is dat? Dat is allemaal zo eenvoudig. Want kijk nou eventjes, dat al die mensen die nu zo verschrikkelijk politiek correct zijn. En die allemaal roepen, ja, maar dat kan helemaal niet. En dit en dat. En trouwens, we moeten eens even ook naar eigen land kijken. Want wij zijn altijd maar met ons vingertje staan we klaar. En we wijzen naar andere landen die het allemaal niet goed doen. En wij dan met onze toeslagenaffaire en noem maar op. Zijn wij dan zo verschrikkelijk in orde in Nederland. Maar goed, al die politiek correcte en iedereen die roept van nee, we moeten niet gaan. Gaan al die mensen straks, als dat toernooi loopt, gaan die allemaal niet kijken? Uit principe van, nee, maar dan kijk ik ook niet naar het toernooi. Nou vrienden, als het Nederland zelf al gaat spelen, dan moet je eens opletten. Dan gaan heel Nederland gaat kijken. En als Nederland toevallig een beetje succes hebt, dan moet je eens kijken. Heel Nederland weer oranje. En dan is al dat politieke correcte over Qatar is allemaal ineens vergeten. En dan zijn we alleen nog maar bezig met voetbal en met Nederlandse elftal. Dat is wat er gaat gebeuren, vrienden. Ja, en maakt dat ons slecht? Ik weet het niet. Ik denk het niet.